jullie het geheim vertellen van restaurant Habibi. Omdat we 5 jaar bestaan. We gaan Libanese taboulet maken. Taboulet bestaat uit peterselie, platte peterselie, tomaatjes, rode ui en bulgur. Gebroken tarwezel. Die gaan we hier wel een beetje geweld in water, lauw warm water, wordt ze opgenomen. Citroensap, breng op smaak citroensap. Zout, paprika poeder en olie. Nou, uiteraard hebben we alles laten snijden. Dus de tomaatjes in de bak. Uitjes. Vooral heel veel peterselie. En even kijken hoe dat eruit ziet. Dat is goed te worden. 2 eetlepels bulgur erbij. Citroensap gaat er een beetje in. Gewoon een beetje op gevoel. Arabische keuken is op gevoel. Een klein beetje zout. Zo. Een klein beetje paprika poeder. Papa. En wat olie. Zo. Dan voegen we dit lekker zo door elkaar. Papa. Schoonmaken. En die we op een bordje. Dat is leuk, hè? Voilà, taboulet. Je kunt het zelf maken thuis of je kunt het lekker kopen bij ons restaurant.